Ik zal het een en ander vertellen over de buitenlandse beleidservaringen op het gebied van RSD, vergaande zuiveringen op RSD's. En dan ga ik met name kijken naar wat kunnen we leren van de Zwitsers en van de Duitsers wat betreft de stand van de zaken, vergaande zuiveringen op RSD's. En in hoeverre hebben ze ook prestatievereisten vastgelegd. Het tweede blok van mijn presentatie houdt in wat heeft men in Duitsland en Zwitserland al nog gedaan om te kijken naar biologische effectmonitoring. Dus kijken, een vertaalslag van in vivo bioassays naar biomarkers, naar ecosysteemparameters. En uiteindelijk eindig ik mijn presentatie met een aantal beelden van veldonderzoek. Dus wat levert uiteindelijk de ecologie op? Maar wat kunnen we leren van de Duitsers en Zwitsers? Nou, eigenlijk heel veel. En ze hebben dat ook heel goed georganiseerd. Er zijn elke deelstaat of Zwitserland heeft een eigen website. En bijvoorbeeld als je kijkt naar de bovenste, www.micropol.ch, daar staat echt alles op over vergaande zuivering, over microverontreinigingen. Hoe ze tot bepaalde conclusies komen. Ga maar zo door. Hetzelfde geldt voor Baden-Württemberg. Hetzelfde Laak-en-Pak. Ook daar staat heel veel informatie op. Noord-Rijn-Westfalen heeft ook een website. www.masterplan.wassen.nrw.de. Daar staat eigenlijk het meeste op. En als we daar beginnen, dan kunnen we ook doorlinken naar de andere websites. En er zijn ook een aantal kenniscentra die dat beheren. En die werken ook al 5 jaar samen met elkaar. In juni hebben ze dus samen gevierd. En de voortgang geëvalueerd. Wat vinden we onder andere op die websites? Nou, van alles en nog wat. Nieuwsbrieven, kennisuitwisseling vindt er plaats. De machtbaarheidsstudie komt straks op. Factsheet over techniek en factsheet over pilots. Een standaard kostenberekening om die te verwerken. Allerlei rapporten, persberichten. En verder, je kan niet zo gek bedenken of het is wel aanwezig. Onder andere ook die maakbaarheidsstudie. Dat is een soort haalbaarheidsstudie. Die zowel in Noord-Rijn-Westfalen als Baden-Württemberg plaatsvindt. En daar moet op elke RSD die waarin voornemens is om plannen te maken voor een vergaande zuiveringsstap, wordt eerst de situatie op die bepaalde RSD heel goed bekeken en in de omgeving. En er wordt dan nog gekeken naar welke technieken zou je kunnen toepassen op die zuiveringsinstallatie? Naar welke stoffen komen voor in het invloed van de zuiveringsinstallatie, in het effluent van de zuiveringsinstallatie en in het ontvangen oppervlaktewater? Nou, dat wordt allemaal vastgelegd voordat ze beginnen met een volgende stap. Het is een soort haalbaarheidsstudie, business case studie. Als we kijken naar Zwitserland, die is eigenlijk het verste mee. Daar is eigenlijk wettelijk al vastgelegd dat 100 van de 700 RSC's voorzien zullen worden van een vergaande zuiveringstechniek. En de drijfveer om dat te doen is voornamelijk vanuit de ecologie. Daar worden dus bijvoorbeeld alle RSC's die groter zijn dan 8000 inwoner equivalenten. En die een verhouding hebben van het ontvangen van RSD effluent ten opzichte van het ontvangen oppervlaktewater van 0,1. Die zullen allemaal behandeld gaan worden. Ook de idee is om vanuit drinkwater, dus oppervlaktewater waar drinkwater wordt bereikt, om daar zeg maar die RSD's ook te behandelen. En dat zijn al RSD's met 24.000 IE of meer. Nou, en daarnaast wil men ook gewoon hoeveelheid vracht realiseren. Dus alle RSC's met een ontwerpcapaciteit van groter dan 80.000 inwoners, die zullen allemaal in Zwitserland voorzien worden van een vergaande zuiveringsstap. Daarnaast
Dan zie je nog een vierde categorie. En dat zijn zeg maar alle kleine RSI's die de gevoelige wateren in Zwitserland beïnvloeden. Dus eigenlijk die direct een innamepunt voor drinkwaterproductie beïnvloeden. Of waar bijvoorbeeld een Natura 2000 gebied is. Daar is de grens gelegd van 1000 IE. Dus al met al moet het uitkomen op dat zo'n 50-60% van stedelijk afvalwater in Zwitserland wordt voorzien van een vergaande zuiveringsstap. En dat willen ze doen in een 25 jaar tijd, een periode van 25 jaar. Dus in 2040 moeten al die 100 RSI's voorzien zijn van een vergaande zuiveringsstap. Hoeveel gaat het kosten voor de eerste investering? 1,2 miljard. Dat is veel. Maar in Zwitserland vergelijken ze dat bijvoorbeeld met de bouw van de nieuwe Sint-Gotthard-tunnel. En die is berekend op 12 miljard. En dan zeggen ze van, nou dan hebben we liever 100 RSI's die voorzien zijn van de vergaande zuiveringsstap, dan één gat in een berg. En deze twee foto's die worden altijd gefeliciteerd in Zwitserland. Om bewust te maken van dat je toch wel veel meer visie kan hebben aan een goede waterkwaliteit dan één zo'n weg door een berg heen. Uiteindelijk komt het uit op jaarlijkse kosten van 130 miljoen per jaar. En het is 9 frank per inwoner per jaar. En de Zwitsers zeggen altijd van, dat zijn 3 kopjes koffie per jaar. Dus waarvoor zullen we het laten? Nou, dat hebben ze ook financieel hebben ze bedacht, hoe gaan we dat regelen? Dus elke VE wordt opgehoogd met 9 frank. En tegen de tijd dat op die EWST een vergaande zuiveringsinstallatie is gebouwd, wordt die 9 franken ingeleverd. En die 9 frank die hebben ze dan nodig om eigenlijk die zuiveringsinstallatie te bedrijven. Dus er is best een wil in Zwitserland om te gaan bouwen. En uiteindelijk kregen ze dan vanuit die pot van geld, kregen ze 75% subsidie voor de eerste investering. Uiteindelijk zijn er nu 3 installaties in bedrijf. Dat zijn de groene. Hier, deze en deze. En als je kijkt naar de keuze is voornamelijk ozon. 2 van de 3 installaties is ozon, de andere is poederkooldosering. En er zijn er momenteel 8 in aanbouw. En zo'n beetje 21 worden plannen van gemaakt. Zwitserland is heel erg gefocust op ozon als zuiveringstechniek. En ze hebben ook een bepaalde systematiek daarvoor gekozen. Eerst kijken naar ozon. Als dat om een of andere reden niet kan vanwege de waterkwaliteit, vanuit de vorming van bijproducten, bijvoorbeeld bromaatvorming of chromaat of chroom 6 plus of andere bijproducten, dan kiest men voor het poederkool. Als je kijkt naar de prestatievereisten, dan eist Zwitserland een 80% verwijdering voor elk monster wat je neemt. En die 80% is bepaald op basis van influent van de waterzuiveringsinstallatie en het effluent van de vergaande zuivering. Ze hebben er een heel vrij gedetailleerd onderzoek aan besteed. Er zijn 12 gifstoffen toegewezen in 2 groepen. Nou, de stoffen kunnen jullie lezen. Uiteindelijk moeten die stoffen in verhouding van 6, van 2 tot 1 moeten ze voorkomen, moeten bepaald worden. Wat heel belangrijk is de analysemethode en de concentratie van stof. De stof die moet dus ten alle tijden kunnen altijd voorkomen in, ten alle tijden worden geanalyseerd. Maar ze moeten dus ook vrijwel altijd voorkomen in het influent van een RSD. En wel in een zodanige concentratie dat die 10 keer hoger is dan de detectielimiet. Want zo kan je oppassen. Alleen dan kan je de 80% rendement bepalen.
Verder geldt dat de 80% verwijdering geldt voor elk monster. Dus voor of het nou RWA is of DWA, voor elk monster geldt 80% verwijdering. En dat is ondertussen ook wettelijk geregeld en vastgelegd. De eerste zuiveringsinstallatie in Zwitserland met een vergaande zuiveringstechniek, dat is RST Neukort. Dat is min of meer het huis RST van EAWAG, een onderzoeksinstituut. En daar hebben ze ook bijvoorbeeld het project Retreat, die is daarop uitgevoerd. Daar kom ik straks in mijn verhaal nog verder op meer. Verder terug. Als je kijkt naar de Oostland-installatie, dan is het dit kleine witte pilaartje op de zuiveringsinstallatie. Dus het vergt heel weinig ruimte. Als je kijkt naar Duitsland, dan is er heel veel belangstelling, onder andere van de Duitse nationale regering, als van de deelstaten, maar ook van de natuurverenigingen. De ambitie per deelstaat verschilt, en met name is de ambitie hoog gelegd bij bij Berlijn. Daar worden 5 van de 6 EWST's voorzien van de vergaande zuiveringsstand. Maar er wordt ook, bijvoorbeeld ook Baden-Württemberg is ambitieus en Noord-Rijn-Westfalen. En verder wordt ze gevolgd door Bayern en door Hessen. In Duitsland is er geen wetgeving. Alles vindt momenteel plaats op vrijwillige basis, maar wel met enige druk vanaf de deelstaatregering. En momenteel zijn er 21 RST's voorzien van een vergaande zuiveringsstand. In heel Duitsland. En waarom doet men dat? Voornamelijk uit voorzorg. Voornamelijk om de bronoppervlaktewater te beschermen als bron voor de drinkwaterbereiding. Met name Noord-Rijn-Westfalen, die haalt 60% van hun drinkwater uit oppervlaktewater. Verbetering ecologie. Maar wat men ook gewoon doet is update van RST. RST is nodig, of is tijd om die te moderniseren. En er wordt meteen vergaande zuiveringsstap aan toegevoegd. En dat kan bijvoorbeeld in Noord-Rijn-Westfalen kan het heel goed, omdat ze daar heel veel zandfilters hebben. En daar bouwen ze in plaats van een zandfilter nou een granulair actief koolfilter van. Oké, dan moet je aan de opzichten. Als je kijkt naar Noord-Rijn-Westfalen, dan zijn hier de RST's in bedrijf, bouw en planning en praktijkonderzoek. En 170 RST's vindt een maagbaarheidsstudie plaats. Ambitie van Baden-Württemberg is hetzelfde en dit ook. Daar hebben ze 5 hebben ze periodes van 5 jaar en elk jaar, elk 5 periode, wordt een nieuwe ambitie afgestemd. Van 10 in ieder geval zit het nu op 20%. Is ook niet wettelijk vastgelegd, maar wel in voorbereiding. Als je kijkt naar biologische effectmonitoring, we hebben vanochtend een aantal plaatjes al gezien, onder andere van Parkas. En wat je ziet is dat de stoffen bij hoge concentraties poederkoolisering verdergaande wordt verwijderd. Dat vind je ook niet alleen bij de gitstoffen, maar ook bij, bij een screening, GC-MET screening. Dus daar is het influent, zijn er veel meer stoffen aanwezig dan in het effluent, maar bij Parkas is het nog een wat minder. Uiteindelijk resulteert dat in bepaalde verlaging van effecten, van biologische effecten. En wat je eigenlijk nou zou willen weten is, wat levert dit op voor de ecologie? Dus eigenlijk wil je deze stap wil je verder gaan bewandelen. Nou, dat hebben ze in Duitsland op een aantal locaties gedaan. Onder andere in het Schuessen Actief Plus project, waarbij de Universiteit van Tuningen in een stroomgebied heeft gekeken
naar wat het oplevert voor het oppervlaktewater. Daar hebben ze gebruik gemaakt van een aantal in vivo en vitro bioassays en is gemeten ook in het oppervlaktewater zelf in de RSC effluent. Dit is de RSC Ravensburg en dit zijn eigenlijk de meetpunten. En dat hebben ze geleken ook met de bike met een referentie riviertje wat in de buurt ligt. En wat je ziet is S3, is beneden het loosingspunt van RSC Ravensburg. En daar hebben ze gemeten, zowel voordat de vergaande zuivertechniek werd geïnstalleerd, als daarna. En wat je ziet is dat er toch grote verschillen zijn in de gietstoffen in het RSC-effluent. Dat spreekt al veel op zich. Als je kijkt naar meerdere stoffen, dan heb je ook hetzelfde effect. Wordt teweeg gebracht. Als je kijkt, specifiek kijkt naar diclofenac, dan zie je dit in het effluent toch ook weer voor en na zie je een rendementsverbetering. Dat zie je ook in het oppervlaktewater beneden stooms. En wat je ook ziet, is dat de effecten van diclofenac in een bypass opstelling bij vissen, dat die effecten eigenlijk helemaal verdwenen zijn. Yeah. Als je kijkt naar de gezondheid van de vissen, dan levert dit ook een beter plaatje op dan voor die tijd. Met als gevolg dat het een positief effect heeft op de gezondheid van de vissen. Dat is voor en na een vergaande zuivering. Maar als je kijkt naar een ander onderzoek wat ze gedaan hebben, dan hebben ze bijvoorbeeld op twee RSC's, Ebbingen en Lautingen, daar wordt al vanaf 1992 koolpoedercondensering gedoseerd. En wat je ziet is, de conclusie is uiteindelijk, wat ze in het onderzoek zitten, is dat RSC-effluent heeft eigenlijk geen negatief effect op het waterleven van de ontvangende riviertjes. En dat is eigenlijk ook iets wat we bij het Parkers-project, als je kijkt naar die Simoni-getallen, ook een beetje vinden. Een ander onderzoek wat heeft plaatsgevonden is bijvoorbeeld op Peer Retreat in Zwitserland, waarbij men gekeken heeft naar de effecten van ozondosering, welke bijproducten worden gevormd en hoe zouden we die bijproducten eventueel kunnen weghalen met nabehandelingssystemen. Nabehandelingssystemen zijn een zandfilter, granulair actief kool, vastbed of een wervelbed. En daarnaast hebben ze naast chemische parameters hebben ze ook gekeken naar bioassays. En wat je ziet is dat bij ozondosering van 0,55 gram ozon per gram DOC, dat er een substantiële verwijdering plaatsvindt van de gietstoffen, maar ook van een 200-tal andere stoffen. Dus dat is dus vrij laag. Verder worden stabiele afbraakproducten gevormd. En als je kijkt naar die stabiele afbraakproducten, vindt geen verder afbraak plaats in de nabehandeling, behalve bij granulair actief kool. Wat je verder ziet, is dat een beperkte vorming van bromaat plaatsvindt en een stof NDMA. En dat er geen nabehandeling iets oplevert voor de bromaatvorming, is ook logisch. Maar wat je ziet bij NDMA, is dat het ook al, dat zijn de blauwe kolommen, ook al gewoon in het effluent van de rioolwasuitstoot aanwezig is. Wat vaker zegt over ozon, dat dat gevormd wordt, maar het zit er ook al in. En wat verder opvalt is dat bij ozon, dan vind je nog een verdere verlaging van de chronische toxiciteitsplaats. Dus wat iedereen eigenlijk verwachtte, is dat de chronische toxiciteit hoger zou worden bij ozondosering. Maar in dit geval vindt er ook nog een verdere verlaging plaats. En de nabehandeling heeft niet of nauwelijks effect.
behalve weer bij het granulair actief kool. En wat we verder zagen is dat de mutageniteit eigenlijk niet verhoogd werd of in zeer geringe mate. Als er vragen zijn, kijk naar deze websites of wel meer.